Bus- en boothouders die verantwoordelijk zijn voor het landelijke schoolvervoer hebben vandaag niet gewerkt. Zij zijn ontevreden omdat zij nog niet zijn uitbetaald door de overheid. De groep wordt ondersteund door collega's die zorgen voor het staatsvervoer bij de NVB. Die groep heeft ook nog geen subsidie ontvangen. Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie voor Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, zegt dat zijn leden zeer verbitterd zijn over deze situatie. Hoewel Themen de actie betreurt, benadrukt hij dat de bus- en boothouders geen andere mogelijkheid hebben. Hij meent dat de rek helemaal uit is voor de vervoerders. Nemers ook, die bushouders. En als je aan, als ze in een bestaansrecht worden aangetast, betekent dat dat alle chauffeurs en monteurs en noem maar op die in dienst zijn, die ontvangen ook geen geld dan, toch? Dus je treft vele gezinnen. En wij rekenen erop en wij hopen, we hopen van ganser harte dat de overheid ervoor zal zorgen dat morgen dan op zijn laatst de betalingen plaatsvinden van zowel het oude bedrag als de supplementie van de verhoging. En dat dan die bussen direct weer zullen rijden, die boten direct zullen varen. Omdat je niet kan aannemen dat mensen water in hun tank gaan gooien. Ik kom zelf uit het onderwijs. Ik heb jarenlang leiding gegeven, 40 jaar aan scholen. Dus ik weet wat het betekent om een half uur te verliezen, een dag te verliezen. En dan praat ik niet over dagen. Ja? Dat is vreselijk funest voor ons onderwijs. Want we schreeuwen allemaal van die kinderen zijn onhandelbaar en zo. Maar de vraag is, als er geen school is en die kinderen thuis zitten, omdat de bussen niet rijden, en het zijn meestal voor het, over het algemeen kinderen die al achtergesteld zijn in vele opzichten. Ze zijn of uit het binnenland, of uit de randdistricten, in de districten, noem maar op. Themen zegt verder dat hij samen met de overheid aan een structurele oplossing van dit probleem wil werken. Hij wijst er wel op dat de inspanning van beide partijen moet komen. Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat inderdaad de bushouders een taak hebben, een plicht hebben om die kinderen te vervoeren. Maar vertel me nou even of dat de opvatting van alleen de bushouders moet zijn. Het is een opvatting waarbij de overheid ook een taak heeft in het geheel. Als de ambtenaar een dag later ontvangt dan de 30ste of de 31ste van de maand, u weet wat dan gebeurt, toch? Ze gaan niet aan het werk. Zo simpel is het. Want ze moeten op tijd ontvangen. Dat heb ik niets tegen de ambtenaren. Dat is een gezonde regel. Is een gezonde regel. Maar dat moet ook gelden voor de bedrijven, vind ik. De kleine ondernemers. Betaal op tijd, waardoor er nooit stagnatie hoeft te zijn. Dan rijden die bussen altijd. Je denkt toch niet dat die bushouders, die zelf kinderen hebben, dat ze dit leuk vinden om te doen. OBS-voorzitter Kenneth Themen over de late uitbetaling van subsidies door de overheid. Hij zegt dat de bus- en boothouders morgen ook niet zullen werken als er niet is gestort.